I'm like happy as a kid. I don't know. It's like my birthday, and I get a lot of presents, and I really. It's your birthday? No, no, no. But I mean, the feeling is better than your birthday. I mean, better than your birthday. Yeah, I just wanna call after my parents and say how happy I am. Yeah, yeah. Eigenlijk weet ik amper meer hoe het is gegaan, maar ja, wij scoorden 1-0. Zij vrij snel de 1-1 erachteraan. Dat was op zich wel een domper. En ja, daarna werd ik vrijgespeeld tussen de linies en schiet ik de 2-1 binnen. Dus ja, heerlijk. This was the derby, I think, what everybody was waiting. And it was a lot of goals, a lot of fight, a lot of yellow cards. It was, I mean, good atmosphere. Everybody was crazy. And I think this day we should remember for all the time, huh? Ja. Beetje teleurgesteld, Dwight? Ja, maar dat is na elke nederlaag, en zeker zo'n nederlaag. Ja. Wat een wedstrijd was dit. 8 minuten. Zelden zulke eerste 8 minuten gezien. Ja, ik vond ze niet zo prettig eerlijk gezegd. Ik denk dat de helft van de spelers nog geen balcontact hebben gehad. En wij staan dan met 1-0 achter. Ja, dat is gewoon slecht. Die 2 goals die vielen, dat vond ik kenmerkend eigenlijk voor onze eerste helft. En niet in duels, niet bij die tweede ballen zitten. Net die voorzetten niet uithalen. Net niet genoeg doordekken in de 16. Ja, dan krijg je zoiets. Als je zo aan een wedstrijd begint, dan verdien je het ook eigenlijk niet. En dan kan je het misschien nog goed maken in de tweede helft door een gelijk spel uit vuur te slepen. Maar dat was ons vandaag niet gegeven. Goed strijd geleverd. Tweede ballen zaten we op. En als we hem niet hadden, dan maakten we in het duel maakten we het wel weer goed. Dus ja, ik vond ons vandaag echt heel erg sterk spelen. Gewoon vooral ook met strijd en passie. Gewoon echt, ja, geweldig. Ah, ik ben ook weer vrij rustig. Van de voren ik. En alleen in het laatste van de wedstrijd, wij zien het terug en Heerenveen worden steeds sterker. En dan heb ik een paar keer, we kregen zelf een dikke kans om de wedstrijd te beslissen met Virgil. Maar ik moet zeggen, Henk Veerman en in de laatste seconden uit, ja, dan kniepst hem wel even. Ja, het is zo'n geweldig gevoel hier 3 punten tegen Heerenveen te pakken, ja. Fantastisch. Nou ja, op het juiste moment. Het begon gisteren met 5000 man op de tribune. Nou, dat is genieten. En dan weet je dat erop moet knallen. En dan maakt die 4 of 5 nederlagen hiervoor maakt echt niks meer uit. Nu ziet alles er weer anders uit.